Abre tú la puerta cerrada, que en tu balcón luz no ha. El amor a tu tela. Partemos rosas, partemos de aquí. Ha! Mijn dochters hebben de huwbare leeftijd bereikt. Ze zijn rijp om geplukt te worden. Mooi! Dan haal ik ze naar Alhambra en ga ik op zoek naar drie Arabische prinsen. Maar als de drie meisjes, die jonge vrouwen geworden zijn, aankomen, samen met hun duenja, worden ze opnieuw opgesloten in een toren in Alhambra die vanaf die dag voortaan Torre de las Infantas, toren van de prinsessen, zal heten. En medio del camino, blanca de ros, hay ramas de flor. En medio del camino, castillo de fragor. En medio del camino, castillo de fragor. En de Arabische klanken dwarrelen als rozenblaadjes naar beneden. Dansend op de maat van de wind. الذي أسكر من عذب اللام كل كأس تحتسيه وحب والذي كحل جفنيك بما سجد السحر لديه واقترب. En dan, na het einde van hun lied, kijken de drie zusjes voorzichtig naar buiten om te zien of hun lied wel is gehoord. Nou en of. Hola! Hola! De drie prinsessen, je kunt het raden, ze zijn smoorverliefd. Kadiga, Kadiga, kunnen we die Spaanse prinsen een keer ontmoeten? Vraagt Zaida. En ze zegt, ach, Kadiga, zolang wij hier vastzitten in deze toren, kun je er niet voor zorgen dat die Spaanse mannen elke dag daar komen zingen? Oh ja. Ja, misschien wel. Maar als jullie vader erachter komt, kan het me de kop kosten. Die klanken zijn in alle hoeken en gaten van de Torre de las Infantas gaan zitten. En wie daar langs loopt of de toren binnen loopt, kan ze horen als die goed luistert. Als de echo's van een verre stem, als het lied van een gekooide vogel uit een ver verleden. Ja.